Thijs Kemperink, een crisisrevue over FC Twente. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar in ieder geval 50 jaar FC Twente. Dus volgens mij genoeg verhaal, genoeg anekdotes. Hele mooi moment en inderdaad ook wat minder mooi moment. En dat verpakt in een revue-karakterachtige voorstelling. Je zegt, we weten nog niet helemaal precies in welke vorm het gaat krijgen. Nee. Maar dit initiatief op zich hebben jullie natuurlijk niet zonder reden gedaan. Vertel daar eens iets meer over. Nou, dat kwam eigenlijk al... Laurens ten Den, een van de bedenkers, die heeft eigenlijk al heel lang dit idee. En die zou eigenlijk samen met FC Twente, zouden wij deze voorstelling gaan maken, heel groot om uit te pakken dat FC Twente 50 jaar bestaat. Alleen toen kwam de crisis. En toen zei FC Twente, nou, het is nou geen moment om feest te vieren. Geheel terecht. En het geld is op natuurlijk. Alleen wij zijn met z'n drieën koppige tukkers. Wij hebben gezegd, wat geen feest. Dat laten wij niet gebeuren. En toen kwamen we met het idee, dan gaan we zelf een revue maken. En vandaar dus het idee om het laagdrempelig te houden. Een gezellige avond met eten en drinken. Waarin vooral Twente supporters zichzelf moeten herkennen in 50 jaar FC Twente. Ik denk dat ik dan wel goed heb samengevat. Ja, en er is ook al wat meer over bekend. Bijvoorbeeld waar het wordt gehouden en wanneer. Vertel eens. Ja, het is begin december. De exacte data weet ik nog niet precies. Dat wordt een beetje... En het is hier bij na het stadion bij GoPlanet. Is dat, daar zit in de zaal. En dat is een van die zalen waar je gewoon echt aan tafeltjes en stoeltjes en dat gezellige avondje uit karakter gaat krijgen. En dat gaan we daar doen. Dus het is ook dicht bij het stadion. Je zei net al, wij als drie supporters. Want vertel eens, wat betekent Twente voor jou? Nou, het is voor mij mijn, als ik tijd heb, want ik moet vaak in het weekend zelf optreden. Maar als ik tijd heb, is dat mijn dagje uit. Ik ben gek op voetbal. FC Twente supporter geworden doordat mijn buurman me vroeger, op volgens mij 12-jarige leeftijd, meenam naar Diekman. Ik zeg wel eens, als hij mij toen de tijd naar Heracles had meegenomen, maar ik een zwart-wit had gehad. Maar dan krijg je als jochie de club waar je dan komt, daar ben je voor. En ik kwam het stadion binnen bij Diekman en vanaf dat moment heb ik een rood hart. En nu heb ik een eigen jaarkaart. En samen met mijn maatje Adrie gaan we naar de wedstrijd waar ik kan. En schreeuw ik me de longen uit lijf. Ik ben een hele slechte supporter wat dat betreft voor degene die naast mij zit. Maar wel emotie en dat willen we ook vooral terugbrengen. Want Laurens en André en ook Helge Hendricks is nou erbij bij de Efteling. Allemaal seizoenskaarthouders. Dus alle vier echte fans. En dan kun je ook een hele leuke voorstelling maken. En met natuurlijk ook oud-spelers en supporters gaan we erbij betrekken. Het moet feestje van ons worden. Ja, want daar wilde ik naartoe. Dus je geeft mij een heel mooi bruggetje. Wat voor rol gaan zij vertolken? Moeten we echt denken aan een rol op het podium? Ja, niet de ene is, doet dat liever dan de andere natuurlijk. En de ene zegt, ik moet eigenlijk het podium niet op. Ik bedoel, Jeroen Heubach begint al te stotten bij het idee. Maar ze helpen ons de band te maken met, bij de supporters. Want wij kennen natuurlijk wel, ik heb zelf wel veel supporters, maar de echte vereniging en zo, ik ken ze ook niet allemaal. En een Sander Boske en een Jeroen en een Eddy en Kik van der Val, die kennen die mensen en die gaan ons ook helpen om ons ideeën bij de supporters neer te leggen, zodat het wel ook goed wordt opgepakt. De mensen, want het moet heel duidelijk zijn, dit is niet van de club. Wij bieden het aan de club. En daar bedoelen we mee, omdat ik net al zeg, het is van ons. Het is aan de club, maar de club zijn dus ook alle supporters. Eigenlijk voor en door supporters. Dat is het.